Dat is die teken van meneer van der Westhuizen en diep geskop die Julius. Goed gevaar aan die Sint-Helene uit die velder af. Hy kom hy uit. Dadelijk. Sint-Helene wat tydelijk wijs, hulle is hier om te hardloop met bal in hand. Julius wat die bal oppik. En dan teen 'n gaping snij. Sint-Helene die op die voorvoet. Vlakbal gespeeld. Dat is Tjankie sterker. Hij is zo'n meter of wat kort. Nou kom hij uit. En hoe gaan die skrimskakelou? Hij wijst hij gaan en dan zien hij die gaping gaan op. Net de halve gaping, dat is al wat hij nodig het. En Sint-Helena sy eerste 5 punte teken. Hulle skrimskakel vol aan. Vind wat bietjie die skop van Julius. Die inmeng, maar hy maak geen fout met die een. 7 punte vir Sint-Helena. Nog geen vir Velderhof. Vir Sint-Helena, Lou wat kan voet. Opgetel achter die Arendse. Weer Lou vir Van Rooyen. Hy gee hom uit daarna, papier. En nou sit weer Julius met 'n steekskoppie. Achterna is dit al makkies. Wie gaan hom kry? Die scheidsrechter sê ja, die lijnsrechter sê ja, die scheidsrechter ken die 3 toe. Dan word hy gevat. Kom hy weer uit, Afrika. Daar gaan hy. Dat is blauw, het zit blauw. En dat lijkt naar die kaptein wat hoe gaan. Voor die eerste punte, voor zijn span. Blauw van Afrika, Afrika weer op die linkervoet. En die handen van die vleeltal makkies. Hy gee om van Julius en dan Julius wat van my 1-2. Appen van my die derde man kom. Afgeneem. En die scheidsrechter sê nee. Hanne wacht nie en die losgemaal nie, hanne uit. Die hulle stelskopper Julius wat nader kom. Vat hom rustig. En hy maak geen fout met hierdie een. Vlaag aan op. En sy achterlijn. Kijk om sy achterlijn aan die gang te sit. Dis papier en mentor. Van Rooi, die manne wat gereed le. Julius. Dan maak hy sy maar opgetel het weer gebreek door die achtste man Arendse. Nou kom hy uit van Rooi in. Nou is het die achterlijn, steekskoppie vanaf Mentor, oh en dan is het Salies. En nou breek hy en dan gaan hy, die paddoelheid was op. Achterna gesit, dier die vleels, Talmakkies in. En Koetsie, maar hulle gaan hom nie kry nie. Jalko, Salies. Twee punte is daar. Verander die richting en hy speel vlak. Tanna. Sy voorspelers. Skare op hulle voete en dan Lou wat weer probeer snij aan die gaping. Strafskop wat gaan. Kom hy nader en hy jaag hierdie in die palle. Tjent Blauw, wat gevat word binnen die kwartgebied. Nou Loek Blauw, weer van Afrika. Kom hy weer uit. Jagers en dan klop hy weer in man. Hierdie man net so moeilik afgeneem. En die scheidsrechter sê geen voordeel. Onkant speel vanaf Sint-Helena. Strafskop, Velderhof. Fabio Afrika. Kom hy weer met die linkervoet. En hy maak het 'n 3-punt wedstryd. Sint-Helena steeds voor. In die nummer 22 terwyl Devin Smit. Luke Blauw weer, Fabio Afrika. Hy gaan het hier een grapper is Afrika. Hy is op pad doel uit toe. Speel hy binnenveld. Van Slingers. Maar van Slingers.
Oh, mens! Devin Smith in die 22 terrein, baie spoggerig. En die doelskop is daar vir Afrika. Van Rooyen. Oh, en dan is het Jefferies wat weer breekt in de grappingen en de gewaarissen. Nieuwe bal. Tulis! Tulis! Oh, en die vlagman zijn vlaggen op. Net. Tulis, mag geen fout. Bredon Smit in de nummer 21 terrein van Vjaldrof. Aan die plek van Luke Blauw. Krapijs. Smit. Fabio Afrika. Om hierdie wedstrijd een 4-punt wedstrijd te maken. Kom hy met die linkervoet. Dat lyk uitstekend. Van die hoog af. En die vlaag gaan op. Steeds is hulle kort. Hij wordt geklopt en hij wordt geklopt. Verdediging wat goed doen. Mannen, wat is het defense, boykies defense. Ja. Bal is beschikbaar en dan. Dan wordt hij 3-2 gekend. Bal wint vanaf de skop. Lauw is daar om verder te spelen. Goed zie je en dan spelen wij aan de buitenkant. Santillena! Lau! En die drie is daar! Santillena wat voortlik die vent steel!